Ja, Denzel Dumfries, allereerst wil ik even zeggen, je bent altijd de eerste die na een slecht resultaat zijn woord komt doen en naar de pers verschijnt. Daarvoor dank, want dat is heel netjes. Over de wedstrijd, ik denk dat je er een beetje moedeloos van wordt. Nou, ik moet eerlijk bekennen, moedeloos, ja, dat vind ik niet een goed woord. Ik ben strijdbaar, ik zal nooit opgeven. Alleen, ik vind het wel ernstig, ja. Want ik heb je eigenlijk nog niet eerder zo geïrriteerd, zo getergd, zo boos eigenlijk gezien. Ja, ik moet me op dit moment wel inhouden, moet ik bekennen. Maar goed, wat ik vind, je bent PSV. En dat moet je altijd uitstralen, no matter what, waar je ook bent. En ik vind dat we daarin tekort schieten met z'n allen. Niet dat ik zeg een individu, maar als team zijnde. En dat kan niet. Op welk vlak hebben jullie dan vandaag niet laten zien dat jullie PSV zijn? Nou ja, als jij zo'n week achter de rug hebt, als jij 4-0 verliest van AZ thuis, dan moet er wat borrelen. Dan moet er wat borrelen, maar no matter what, wij winnen vandaag hier. En dat gebeurt weer niet. En dat is wel een dingetje waar we het met z'n allen over moeten gaan hebben natuurlijk. Maar goed, ik denk dat geen excuus mag zijn. Waaraan merk je het bijvoorbeeld in het veld, hè, dat het niet loopt, waardoor je geen controle krijgt op de wedstrijd? Ja, net een paar kleine dingetjes, weet je. De bal durven vragen, de bal willen hebben. Afspraken nakomen, cijfer in de passing. Ik doe er ook aan mee, daar ben ik gewoon eerlijk in. Ik ga niet. We zijn een team, we doen het samen. Alleen ik verwacht van jongens, van ons team, verwacht ik meer. En dat weten we met z'n allen. We kunnen beter en dat moet beter. Op een gegeven moment wordt er dan nu natuurlijk wel gewezen naar een excuus, hè, van waar ligt het naar? Mensen zoeken naar een antwoord. Laten jullie misschien hiermee de trainer in de steek ook eigenlijk? Want daar wordt ook een beetje naar hem gewezen. Nou ja, we laten de trainer in de steek, we laten de supporters in de steek, we laten iedereen in de steek, we laten onszelf ook in de steek. Ik denk dat we met z'n allen van het seizoen een ambitie uitspreken. En dat moet je elke keer nakomen, elke training, elke dag. En daarin laten we onszelf ook in de steek. Ik kan het niet accepteren dat we dit zo over ons heen laten komen. En daar ben ik wel klaar mee. Kan je het dan dadelijk, als je naar huis gaat, wel van je afzetten? Of ben je dan iemand die de hele nacht over na zit te denken? Nee, dit gaat nog wel even doorzitteren natuurlijk. Laat dat duidelijk zijn. Ik vind het heel ernstig hoe het nu gaat. Tuurlijk, de wereld is niet vergaan. Ik praat niet alsof de wereld vergaan is, maar het doet heel erg wat met je. Het knaagt aan je. We hebben ambities. Je bent topsporter. Je wilt het maximale eruit halen en dat gebeurt op dit moment niet. En dat knaagt aan je. Tot slot, wat kunnen we verwachten? Hoe ga je proberen te revancheren dat je laat zien aan de supporters, aan de trainer, aan alles en iedereen dat je het PSV-shirt of PSV waar bent, dat jullie PSV zijn? Ja, daar gaan we dus even met elkaar deze week over praten. Ben je dan iemand die het woord voert? Nee, natuurlijk. Ik denk dat ik dat aan mezelf ook verplicht ben. Ik ben niet iemand die mezelf gaat verstoppen op momenten dat het niet lekker gaat of op momenten dat er moet gezegd worden waar het om staat. Dus ik verwacht ook dat wij gewoon als team zijn er nu elkaar goed aanspreken, goed elkaar in de spiegel kijken. En dat verwacht ik. En dan denk ik ook dat wij dit gaan omdraaien. Maar het moet gebeuren, klaar.